Oh, the red, white, and blue. Wie ist das Nimmer Sound? Hallo, hallo jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe race. Het is een stunt race GTA 5. En nou, ik ben hier met Ricardo, Dick, Bas en Zoetis. Nou, goed kind, goed Maro. Lekker beter dan Rolf. Dat is een race-pacie. Nog steeds best uit, race-pacie. Yep. Oh, vlammetjes. Oh, vuur. Oké, okay, gezellig. Frontflip. Helpt dat eigenlijk in de stunt races? Frontflips? Frontflips, jongens. Ja, krijg je happy hier, toch? Jullie zijn echt... Ja, je krijgt happy. Ricardo. Jullie waren allemaal geland en ik doe nog even een frontflipje. Nee! Doe Dirk! Doe Dirk! Oh, dat was te mooi, man. Geniaal dit. Ik ben slipstream zo. Len zegt het is een nee zeker. Oké, okay, ja, kom op, we gaan door jongens. Blijkbaar. Oh, hallo Maro. Godflip! Ik heb er even een backflip. Een stop. Oh, maar je gaat te ver, Ricardo, pas op. Oh nee, laat maar. Nee. Ricardo, ik heb wel een paar keer gehad bij motorraces, dat ik een back... Ricardo. Ja, vertel. Ik heb wel eens gehad bij motorraces, hè, dat ik een backflip. Hoe zijn derde? Dirk, praat eens een keertje niet om me heen. Alsjeblieft, dat is echt zo irritant. Ja, ik kan best lachen, maar iedereen doet het de hele tijd als ik een verhaal vertel. Je moet ook geen verhalen gaan vertellen, het duurt te lang. Ja. Maar in ieder geval... Maar heb je nog onze custom gekozen? As! Stiekhond! Nee, het gebeurt iedere keer. Ik ben er gewoon fucking klaar mee. Dan wil ik iets vertellen en dan gaan mensen doorheen Nee, ik kan me niks schelen meer. Ik vind het gewoon. Sorry, het gebeurt er altijd, alsof ik gewoon niet besta gewoon. Ik doe het ja, niet meer. Ja, ik kan eens lachen, Dick. Nee, maar in mijn leven. Ik doe dat niet meer. Ja, nou. Jezus, man. Kijk, Ricardo, ik kan zo meteen lekker het filmpje opnieuw zetten. Ja, dat kan een hoop piepjes in editen, wordt dat. Damn. Ja, sorry hoor, maar... Oké. Oh, ik ga jullie zo hard uitlopen schouder tijdens het editen. Nee. Ik stond bijna in de brand, oké. Okay. Wat? Hoe krijg je dat voor elkaar? Geen idee. Gewoon van die brandende loopings en dan... Oh. Ik denk mijn de god, water, ik zie iemand. Ik denk de water. Nee! Hey. Jongens, waar zitten jullie al helemaal niet, joh? Amara zit best wel dichtbij. Ja, je hebt het over Bas en Dick zit gewoon heel ver achter of zo. Ik heb gewoon een stomme crappy motor gekozen. Welke auto? Welke motor heb jij? Ik? Ja, waar rijden jullie eigenlijk mee? Drie. Door een stunt, nieuwe stunt motor. Jongens, zijn die goed? Waar rij jij bij? Ik rij met een... Volgens mij een Bati, maar ik kan het zo nu niet zien geloof ik, staan van die letters voor. Jij rijdt met een... hoe heet die andere? De Bati of de Akuma, een van de twee. Akuma. Pas ik denk dat de TNF gaan halen. Ah nee, dat niet. Ja, maar laten we daar ons doel van maken, die twee TNF geven. Ik ga TNF. Ik ga DNF halen. Ja, veel plezier met je DNF. Wat is er aan de hand, Dirk? Reageren, hè? Kun je geen stickybom gooien, Dirk? Is dat het probleem? Nee, ik werd afgebeukt in het begin. God, wie deed dat ook alweer? Ik weet het niet. Ja, ik heb geen idee. Ik denk Maro. Ja, volgens mij is het ook Maro. Backflip. Nee, oké, ik ben eraf. Ik val eraf. Oh, en... Even inhaal race hier, oh. Hoi Bas. Ik zie de finish. Ah, jullie zijn nog best dichtbij, jullie halen geen DNF. Hallo bij deze nieuwe race, PC. We gaan nu racen en er zijn twee customs en twee geen customs, dus dit wordt echt heel eerlijk. Ah, Dick! Dick! Wat doe je? Waar ben jij mee bezig in je leven? Jongen, wat gebeurde er? Oh my god, Dick! Bas, kon jij zien wat er gebeurde? Dick, ik ga je echt gewoon... Yep. Dit is dat ik niet mag. Dick, man, Dick. Ik kan, Ricardo, nu kan ik me gewoon niet uiten door jou. Oh mijn god. Steekhonden, ik heb het gezegd. Ja. Dick, ik heb mijn handen flats. Ik ga even niet redden. Ik ga even niet de gas ingrijpen. Oh, wat is dat gas? Dat ken ik niet.
En dan blaast van de botten tegen de rand verderop. Ah oh, nee, nu ga ik... Rustig aan, Maro. Adem in, adem nee. uit. En ramp Dirk van de baan af. Gewoon payback halen op Dirk, oké? Okay? Maak daar iets doel maar van. Ik lig op mijn achter. Daardoor ligt hij heel ver voor, hè. Ik wacht zo meteen wel even ergens als ik zeker weer kan wachten. Dit was een echt water. Oh, dat was het waard? Ik zeker dat het waard was. Ja. Want je ligt nu volgens mij wel de rest van de race laatste. Ja, maar wel Raging Bull speech. Oké. Ik ben weer gerecht. Ik was niet zo heel ver voor. En ik ben zelfs even gaan liggen op de grond van het lachen. Je lacht serieus op de grond van het lachen. Wauw, toch? Oké, ik ga hier wel eventjes wachten, jongens. Dan, tenminste, een beetje sloom rijden, zeg maar. Half wachtend. Ik ga dus ja, oké, dan ga ik nu gewoon normaal rijden, ook goed. Nee, daar ben ik niet. Maar weet je wel, Ricardo, ik ben er nu net in, dus. Oké, nee, dan is het wel goed. Ik ben er nog niet in. Ja, ik stond ook niet op jou te wachten. Jongens, zo ver achter ligt het trouwens niet eens. Oh, T-shirt. Nou, jullie zijn echt slecht. Nee, Ricardo zat wachten. Ik ben gewoon slecht. Ricardo niet. Ja, maar ik heb het ook niet over Ricardo. Ik heb het over jullie wat? Twee. Politie, waarom zijn er opeens sirenes daar? Ik vind deze races trouwens even serieus. Beste update tot nu toe. Beter dan Heist. Same. Echt same. Same. Ja. Vooral als ik een leuk idee bij start kan doen. Er zit trouwens een stuf in de coding. Die heeft iemand al gevonden. En dat er mogelijkheden zijn voor een bikers DLC, hè? Het is dus... sorry, maar dat we heen praat, trouwens. Nee, maar ga verder. Het is geconfirmed dat de volgende GTA wordt weer een single character. Damn it! Ik ben eraf gevallen. Vind ik op ene keer. Ik weet het geen. Dat klinkt zelfs nu. Ik zou weer zeg maar een co-op willen. Dat je gewoon met vrienden naast elkaar kon gaan zitten en GTA kan spelen. Dat zou ik dus gewoon echt niet willen. Ik echt en Maro is eerst gefinished. Ze hebben ook niet gefinished, maar dat deed ik altijd met vrienden vroeger. En ik heb echt gewoon tijden van mijn leven gehad. Dat is zo leuk. Ik heb wel dat ze over die fietsen hebben nagedacht. Maar het is ook weer zo dat als je dat hebt, dat je dan een soort van distance limit hebt of zo. Weet je wel? Ja, maar weet je wat er gebeurt? Dan doen ze toch ook. Dan doen ze het local en online. En Maro finisht eerste. Ja. Nadat hij zo bij de start geïrriteerd wordt door Dirk en de finisht nog eerst. Nou, ik word tweede, hopelijk krijgt Dirk een DNF, denk ik niet, maar... Nee, ik krijg geen DNF. Oké, dames en heren, jongens, we zijn weer bij een race. We hebben nog steeds Maro, Dirk en Bas. We hebben de customs uitgezet, we zijn allemaal met nieuwe bikes, als het goed is. Bas, welke bike heb jij? De Bati. Dat is geen nieuwe auto. Dat is geen nieuwe bike. Nee, maar dat is ook geen custom. Nee, customs is dan uit, dus dat maakt er niet uit. Wat zit er op mijn banden trouwens? Het lijken wel van metaal. Je hebt winterbanden. Ah, nu vind ik het echt helemaal jammer dat je niet naar dat winter gebeurt doet online. Okay. Dat was gezellig, Bas. Hoi Maro. Ja, lekker knus. Dirk knusselig tegen de muur aan zo. Botst die in me hier ook al. Oh, oké. Ik vind Dirk gewoon gezellig, Maro. Het is wel chill dat je niet van je motor valt. Ja, het is echt chill dat je niet meer van je motor valt. Maar ik ben langs de rem, maar oké. Nee, ik reed net niet langs de rem, net niet. Oh, bij mij wel, misschien. I call hacks, fly hacks. Fly hacks in GTA, ja. Yes. Die zien Oh, Dirk, wat doe je? Ik vloog een beetje. Ja, ben je aan het vliegen? Maar ik ga jullie inhalen. Dat is wat ik ga doen. Maar wel, ik ga nek en nek bij deze. Ja, dat is wel. Ik vind het best wel chill, moet ik zeggen. Ja, ik vind deze ook wel chill. Wat is jouw favoriete radio station? 8 uur. Los Santos Rock Radio, als ik het aan heb staan. Ah, Dirk. Oké, je hebt alles uit. Nu komt Ricardo dichterbij, omdat jij zo botst. Hij probeert je gewoon van het ding af te duwen, Maro. Hij probeert je eraf te duwen. En Bas heeft de beste motor, maar dat is helemaal laatste. Ja, maar hij heeft ook een beetje weinig traction. Maakt niet uit. Ik ga deze motor kopen. Dan moet je remmen. Dan moet je vooral doen met je shark cards hier. Oh. Nou, jokes. Ja, het is niet handig om te remmen als je naast zijn. Oh! Je moet toch als je gaat gassen, dat is het. Dat zijn nog verder laatste. En dan ben jij. Oh, zo. Oké. Panda! Nou, maar ik kan je bijna zien hoor.
Kun je bijna aanraken? Wow, oh. Ik vlieg. Normaal zou je sowieso van mijn bike afvallen. Ik in ieder geval. Jullie? Ja, ik ook. Nee, ik ben er te goed voor. Ik race bij Red Bull. Oh. Race jij bij Red Bull? Zal. Ik hou dan eens even op. Helemaal niet gesponderd. Want ik wie die op je achtergrond. Ja, dat zag ik wel zo grappig, maar niet op ons, dat is jullie kant. Kom op, moet je dit toch kunnen inhalen? Nou, deze motor maakt een gekke video stil. Helemaal ja, niks. Alleen klein is niet heel sterk voor. Nou ja, beter. Bij de stint is het juist beter. Bij de stint zijn het juist beter, want als je bij de stint bent, je kan namelijk over checkpoints heen glijden bij sommige races. Dat heb ik echt 10 keer gehad of zo. Ik deed een backflip, dan en dan vloog ik over de checkpoint heen. Had je de checkpoint wel of niet? Nee. Dan heb je de checkpoint dus gewoon niet, hè. Gewoon pech. Dan zeg je gewoon gestart, nope. Ja, kijk een checkpoint. Wat ik wel nice vind van die checkpointjes, zeg maar, dus links en rechts zitten. De eerste boost niet. Daarom, als ik een handwapen had, had ik maar wat door zijn hoofd kunnen schieten. Dammit. Maar waarom zou je dat doen? Omdat ik je in wil halen. Oeh, dat is goed. Het kan alleen niet. Maro de eerste. Kom op. De hele race derde. Ah, Dick, nee! Je hebt me van het ding afgeduwd. Oh, ik zag het echt recht voor mijn neus, jongens. Oh, dit is zo de eerste. Dit is echt een tweede. Dat was echt heel gemeen, Dirk. Dat was echt heel gemeen. Hallo jongens en meisjes. Een nieuwe race met de verloren gamer hier. Dus met Bas, Dirk en de verloren gamer, Ricardo. Nee. Let's go. Boost. Had veel mee. Oh nee. Boost. Een boost? Noem je dat zeker eens een boost? Als je hier slipstream hebt, hè? Jij bent echt! Pardon? Oh jongens, ik space hem in de lucht. Dit is... optie. Oh, en Riep, dank voor de 75 RP. Dit gaat goed. Jongens, hi Maro. Hier, ik geef wel een duwtje. Ja, Riep. Ja, Riep, oké. Als je stil had gestaan, Maro, had ik je de goede kant op. Ja, als je gewoon even niet botst, hè? Hoe moet ik nou weten welke kant jij op gaat, man? Hoe moet ik het nou zien? Ja, moet misschien tegen me aanbotsen. Ja, je stond gewoon recht voor mijn auto, lag jij gewoon op de grond. Maar ja, nee, dat doe ik niet. Maro, ik neem wel payback voor je, want ik heb ook nog payback nodig. Ja, Bas rijdt eerst even. Wat? De kant op. Wat? Wow! Basception. Bas even inhalen, we moeten Bas even inhalen. Nee! Wat de hel! Wat een joke! Als ik dit had gefilmd! Oh, dit is zo mooi! Dit is mooi! Ik zat zo naar elkaar te kijken, ik zie Dirk te komen, ik rem hem af. Oh, ik lach me helemaal dood. Ricardo, ik ga feliciteren, dit is de truc van het jaar. De truc van 2016. Het is meer dan mijn eigen schuld dan Ricardo's schuld, maar okay. Het was ook... Ja, maar dat is nog steeds geniaal. Daarom. Dat je eigen schuld is, dat is te mooi. Jij vloog er recht doorheen. Helemaal mooi. Zo leuk. Oh, oké, dit gaat niet goed. Wat? Dit gaat goed! Wel een lekker autootje dit, eigenlijk. Deze is lekker, dit. Ja? Ik vind deze ook wel lekker, Rie. Beetje Mad Max-achtig ziet hij eruit, of is het zo sick? Ik had Bas bijna in de mee. Ik sta alleen echt fucking, ik sta echt dik achter. Ik was even niet, kan duwen zo meteen. Zo Bas vliegt er vanaf, laat me zitten Bas vliegt er vanaf. Ik zie Bas ook echt vallen. Oh my god. Zijn we steeds dood? En we kunnen vliegen. I believe I can fly. I believe I can touch my rose bud. I'm gonna do it every night and day. Hoor je opeens Bas, die maakt het weer creepy? Nee, jij maakt het niet creepy. Nee, ik zong gewoon een mooi liedje. Oh, backflip. Wat de hel, op het laatste space team. Ja, ik zag jou echt... Er staan complete remsporen ook voor jou nu daar. Ik reed gewoon normaal rechtdoor en mijn auto space team even. Vooral doen. Ja, de schuld is. Altijd op mij blamen, toch? Ik blame het ook altijd op iemand anders, dus. Ja. Oh, Ricardo! Oh, perfecte landing!
Return. Volgens Ricardo, alsjeblieft, doe dat nou niet! Ik rijd gewoon, jij, ik rijd, help, je let, rijdt ik stuurde gewoon, niet! Je doet, ik stuurde niet! Op, Ricardo. Ik ja, stuurde gewoon niet! Dan ga je toch wel sturen? Dan moest ik de bocht uitsturen! Nee, niet eens! Ik reed gewoon rechtdoor en je komt van rechts, kom je schuin heel rustig tegen mijn achterkant, doei! Ze gewoon de bocht naar rechts had gemaakt! Hou gewoon je hart is bots tegen me aan van achter, waardoor ik iets meer naar links ga. En dan kom jij nog even van links. Had ze vlak, doei leven. Jezus man. Ja. Oh my god, Ricardo. Sorry dat ik hem zo flipte. Dat was niet nodig. Maar nu ben ik al helemaal zat. Ja. Dirk, oh, alsjeblieft, dat is onverdiend is dit. Oké, okay, we zijn terug met nieuw race. Vier sprunk auto's. En Bas, wat nee, zei je? Drie. Oké jongens, het is 3 tegen 1. Ja. Hey, jongens. Lekker bezig, Dirk. Echt geweldig. Ik heb echt niet bedacht om dat ze beuken. Ik heb echt gewoon niet bedacht om dat ze beuken. Ik kan beter gewoon stoppen. Ah, Dirk en Ricardo. Nee, dat was ik. Dat was ik, maar het ging niet helemaal lekker. Voorzichtig, ja, Dirk. Deze auto heeft geen goede tractie. Nee, zeker niet. Nee. Oh, ik slip weg. Wee. Voetbal, go! Ik ga voetballen. Het valt ik niet te verwachten met zo'n goal. Oké. Dit gaat goed. Ik ga rechts. Hé, hey, Ricardo, heb je hetzelfde als ik had? Ik slip alle kanten op, man. Met die auto. Pak hem links. Hoe gaat het ermee, Dirk? Goed. Kijk, zag hij hem? Ja, ik weet dat je er zit, dus vandaar dat het gaat. Hé, hey, bedankt hè. Ik heb je niet aangeraakt. Jawel. Ik heb het in de opnames, Dirk. Ik heb jou niet aangeraakt. Ik heb je auto gezien. Maar schuin. Ik heb bewijs. Ik heb het opgenomen. Ik heb opnames. Oh, Bas! Bas ligt even over de baan van links naar rechts, man. Hoi! Oh, zo. Hallo, hey Mello, hoe je doen? Ja, ik bots echt bijna voor je. Nou, ik bijna een tweede passagier. ja. En een flink ook. Jongens, beukkar even. Oh, dat zijn ze volgens mij al aan het doen daarvoor, want ik ben niet opeens tweede. Nee, we hebben niemand gebeukt. Bas slipte gewoon en ik reed er langs. Ah, dat kan ook. Ja. Bas slipt echt als een malle, man. Ja, dat zie je. Ik vind het wel een leuke auto eigenlijk. Ik hoop echt straks dat bij die jump waar jij voorbij gereden bent, ik hoop straks dat er twee mensen tegelijkertijd op die ramp gaan. Hey, als dat gebeurt, Dick, ben jij het met Bas. Dat zie ik wel. Zeer waarschijnlijk. Hoi, hoi Bas. Hoi, hey, Bas. Hi, hallo. Hey, dat is niet zo goed. Leuk hè? Graag gedaan, Bas. Hey, ik ga iets zeggen, maar dan mag ik eigenlijk niet zeggen. Doe maar niet. Doe het maar zo. Hey, jongens. Nee. Nou ja, misschien wel. Volgens mij is het ketchup. Plus, als je zeg maar volgens mij aan de zijkant van die buizen rijdt, ga je sneller. Dan als je gewoon normaal midden rijdt. Met een auto wel, maar met een motor niet. Dat is heel raar. Ja, maar bij mijn motor is het ook een beetje moeilijk om wallrides te doen, dus misschien dat ze dat bedoelen. Nou ja, daarom juist. Dat is toch... Hey Bas, jij ook hier? Bas, heb je hetzelfde als dat ik had? Ik hoop echt dat jullie twee zo meteen tegen elkaar aanknallen. Nee, ik lig de pepper. Oké, fijn. Deze auto slipt echt als een malle. Dan moet je ook proberen. Het ligt echt helemaal uit de bocht als je landt. Het is wel zo riet dat je wel soms zegt via zwaartekracht dingetjes. Oh nee. Oh, ik ben gerest. Ik crash hem ook wel even, maar I'm safe. Ik crash hem ook even. Nee, maar het is soms echt wel zo dat je de zwaartekracht erop tegenaan rijdt en dan weer af, dan ga je sneller. Nou jongens, meisjes, het was weer een stunt race met Ricardo, Bas en Dirk, wow! En Bas botst volledig tegen de rand. Bas en Dirk. Nou, tot ziens en ik heb gewonnen. Yay! Ja, nou als jullie nog meer van dit soort races willen, laat het even weten in de comments. Dan doen we ze volgende week gewoon gezellig weer.